Mijn naam is Jeroen Verhoef en ik ben een natuurschilder en een natuurfilmer. Ik ben begonnen als ventje met het natekenen van dierenplaatjes. En op een gegeven moment zat ik te worstelen met een schilderij-idee van een slang. En ik kwam er maar niet uit van die slang met dat gekke lijf. En als die zich dan zo opwindt, hoe valt het licht dan eigenlijk? En hoe zitten die schubben dan? Toevallig lag er een stukje boetseerklei. En dat heb ik gepakt. Toen heb ik even snel een slang gekleid van die klei. En toen ik daarbuiten ging staan in het licht, zag ik precies hoe de schaduwen vielen. En toen ik met een pennetje wat schubbenlijntjes trok op het lijf, snapte ik ook opeens hoe het perspectief van die schubbenlijntjes in elkaar zat. Nou, toen was ik verkocht. Met dat simpele modelletje is het begonnen. En dat is een beetje uit de hand gelopen, want nu maak ik veel complexere modellen. Nou, die eerste modellen waren vrij simpel nog en stationair. Ik maak dan van klei of kunststof of karton, maak ik een model en die zet ik neer. Dan kan ik er helemaal omheen lopen. En het voordeel daarvan is dat ik van alle hoeken kan kijken. Want ik kan wel zeggen, ja, die ijsbeer die dan aan de zijkant zo loopt, heb ik in mijn hoofd. Maar als ik dan die ijsbeer als model neerzet en ik loop er omheen, dan denk ik, hey, als die naar me toe loopt, wordt het schilderij veel spannender en dynamischer. Dus zo kom ik vaak op nieuwe ideeën door die modellen. Het voordeel van zo'n 3D-set met het model erin is ook dat ik een lamp neer kan zetten, zodat ik ook nog helemaal zelf het licht kan bepalen. Het nadeel van die stationaire modellen, eigenlijk maar één houding is, van ja, vaak is dat toch een beetje een stramme houding, dat ze rechtop staan en rechtdoor kijken. Dat beperkte me nogal, dus toen bedacht ik, hoe kan ik daarmee gaan werken dat die modellen vaker te gebruiken zijn. Zo kwam ik op het idee van flexibele modellen. Zoals bij het schaalmodel van deze zelvis, fantastisch beest. Maar eerst had ik zo'n model die vrij stationair was. Daar kan je niet zoveel mee doen. Toen had ik bedacht dat ik, als ik het lijf van schuim maak en ik doe daar die aluminium ruggengraat in, dan kan ik opeens die vis elke houding geven die ik wil. En als ik dan nog zijn vinnen ook nog een beetje mobiel en beweegbaar maak, dan kan ik eigenlijk voor elk nieuwe schilderij hetzelfde model gebruiken en steeds weer een andere houding geven. En daarin ga ik heel ver. Mijn perfectionisme is wel heel erg groot. Het moet allemaal kloppen. Alle details van het dier zelf moeten kloppen, maar ook de omgeving. En ook daar werken die modellen weer heel goed bij. Want door de hele situatie in drie dimensies vormen te hebben in zo'n model, kan ik heel goed bepalen van als dat dier nou aanvalt, hoeveel ruimte heeft hij dan nodig om dat te pakken en hoe ver staat hij op dat moment dan van bijvoorbeeld zijn prooi af. Ik leer daar ontzettend veel van, maar het helpt mij ook heel erg in het maken van hele realistische schilderijen van de mooiste momenten die wij eigenlijk bijna altijd missen. Neem nou bijvoorbeeld de blauwe marlijn. Op internet en in boeken, er zijn tienduizenden foto's van. Dus dan zou je zeggen, ja, hoef je niet meer te schilderen. Maar 99% van die 10.000 foto's zijn allemaal van zulke marlijnen die aan een grote haak aan boord worden getrokken. Maar ik wil graag het moment laten zien, zo'n marlijn van 5 meter, wat eet hij? Ja, die eet ook zelfs tonijnen van een meter. Die slikt hij door als een snack. En die kan die bejagen door ook misschien wel 80 of 90 kilometer per uur zo'n school tonijnen in te denderen. En dan een met zijn zwaard een enorme map te geven waardoor zo'n tonijn gewond raakt. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk spectaculair. En dat heeft waarschijnlijk nog nooit iemand goed live gezien. Het gaat zo snel, je weet eigenlijk niet wat er gebeurt. Maar het gebeurt dus wel, het gebeurt elke dag. Nou, en door zo'n model te maken en dat neer te zetten met allemaal van die kleine tonijntjes erbij, kan ik dat moment stilzetten, moment, ja, nogmaals, wat bijna niemand, misschien wel niemand ooit zo heeft gezien. Het schilderij wat ik hier heb, probeer ik dat gevoel al een beetje in beeld te brengen van hoe zou dat nou zijn als je in zee ligt en je ligt een beetje om je heen te kijken van nou, dat is niet veel te zien en opeens komt er een mannetjesorka van achter onder je doorgezwommen en kijkt een beetje uit een ooghoekje aan. Ja, dat wil ik zo graag nog een keer meemaken, maar zolang dat nog niet de werkelijkheid is geworden, schilder ik dat dan, zodat ik het toch zo intensief mogelijk zo'n fantastisch moment alvast kan beleven. Ja. Uiteindelijk ben ik dus gekomen tot een belachelijk arbeidsintensieve methode om mooi schilderij te maken. Want voordat ik de kwast ter hand neem, is eigenlijk driekwart van het hele proces met onderzoek, met schetsen maken, een blauwdruk maken, een model maken, een model neerzetten, een model belichten, een model perfectioneren, is driekwart van het werk en daarna ga ik pas schilderen. Het is zo. Het is zo fascinerend. En daarnaast is het ook leuk, je kan alles maken wat je zelf wilt, maar ook
wat een eventuele klant wil. Ik heb klanten gehad die zeiden van ik zoek al zo lang een schilderij van dit en dit dier, maar die moet dan dit doen en dat kan ik nergens vinden. En dan zeg ik, ik maak een model en ik laat hem desnoods de hornepiep voor u dansen op een schilderij als u dat wil. En zo heb ik ook, dat is ook een hele leuke kant van de zaak, aardig wat klanten blij kunnen maken met schilderijen in opdracht. Wilt u meer zien van dit alles? Kijk vooral even op www.jeroenverhoef.nl. Daar staat nog veel meer informatie.